De toekomst van Schiphol. Ja, we zijn benieuwd hoe die eruit ziet. Pakken we straks niet het vliegtuig naar Parijs, Berlijn of Londen, maar gaan we met de Hyperloop. De Hyperloop, wat is dat nou eigenlijk? Dat is een supersnelle vacuümbuis waarin passagierscapsules met een gigantische snelheid naar een andere locatie wordt geschoten, zou je bijna kunnen zeggen. Een ritje naar Berlijn, het is dan nog geen uur. De Hyperloop kan 1000 km/u halen. Een Delfts bedrijf ontwikkelt het en zij hebben samen met Schiphol een studie gedaan. Nou, de Telegraaf schrijft vandaag al over de uitkomst van die studie. En daarin staat dat 1 op de 8 mensen in 2030 de Hyperloop gaat gebruiken voor Europese bestemmingen. Kleine kanttekening is wel dat de hele infrastructuur er dan ook echt moet zijn, hè, in 2030. En dat kan nog wel eens een probleem worden, want dat kost heel veel geld. Het is ook tijdrovend, er moeten heel veel investeringen gedaan worden. Dus of deze duurzame, supersnelle, supertrein er ook echt komt, dat is nog de vraag. Het is wel gaaf, toch? Is dit de toekomst, denkt u? Nou, het zou helemaal gaaf zijn als je hem onder de grond doet. Dan merk je ook nog niks, hè? Boven de bomen en onder via de Hyperloop. Wordt die 3 keer zo duur, natuurlijk. Ja, even niet aan de prijs, maar dit is natuurlijk ook nog een mensdroom. Hè? Wanneer is dat klaar en wanneer gaat iemand erin zitten? En hoe gaat dat dan? Is dat coronaproof als je in zo'n buis zit? Nou, hopelijk hoeft dat in 2030 niet meer. Maar goed.